Waar het er vorig jaar nog zo uitzag in Emmen, is de aanblik vandaag behoorlijk anders. Goedemorgen. Heb je Sinterklaas gezien? Nog niet. Nog niet, Sinterklaas? Nee. Ik denk ook niet dat hij komt. Jammer is dat, hè? Hele jammer. Ja. Iedere burgemeester in Nederland die vindt het leuk om Sinterklaas te ontvangen. Dat is echt een heel mooi feest. Daar hebben we heel veel plezier van. En al die stralende kopjes voor je. Ja, het is voor een burgemeester op zo'n dag is het ook echt anders dan anders. Het Sinterklaasjournaal bedacht een manier om kinderen er toch bij te betrekken. We lopen naar de plek waar de tekeningen ingeleverd kunnen worden. Kinderen brengen hun brieven aan Sinterklaas bij hun burgemeester. En dan zorgen we ervoor dat die ook bij Sinterklaas terechtkomen. Nou, het is een flinke stapel. En eigenlijk is de oproep van de week nog maar gedaan. Dus ja, best wel veel al. Of van scholen, van kinderdagverblijven die getekend hebben. En ook gewoon voor kinderen die briefjes maken of leuke kleurplaatjes maken. Ja, dat komt via verschillende manieren binnen. Kijk, deze komt bijvoorbeeld gewoon via de computer binnen. Dit is een uitdraai, hebben we maar gemaakt. Kinderen kunnen via de computer sturen. Ze kunnen het ook gewoon afgeven op het gemeentehuis. Dat gebeurt de laatste dagen nu ook. Kijk, een mooie stoomboot. Nog een stoomboot. Ja, burgemeester. Ja. U schendt het briefgeheim nu wel een beetje, hè? Maar ik weet zeker dat die kinderen die deze tekening gemaakt hebben, dat helemaal niet erg vinden, hoor. Schitterend niet, ja. Ik vind het echt heel goed hoe het Sinterklaasjournaal dit georganiseerd heeft. Met Sinterklaas natuurlijk en de Pieten. Het is een leuke actie. En op deze manier kan er toch nog veel van het feest in stand blijven.